Helemaal leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video van mij, Rapzee. Ja, ik ben er vandaag weer. En vandaag ben ik alweer in GTA 5 Online. En zoals jullie misschien al wel in de titel zagen, is dit de 10-uurse video. En waarom is dit de 10-uurse video, dames en heren? Omdat die, als het goed is, om 10 uur geüpload wordt. Maar dat weet ik nog niet zeker. Maar goed, voordat ik begin wil ik eerst nog even iets uitleggen. We zijn hier in dit huis hier. En beneden, of ja, nu eigenlijk in de cops inpoint, staat mijn auto nog. Ja, dat komt omdat ik een nieuw huis heb gekocht. En dan die auto, die we zo meteen eerst even terug gaan halen. En daar heb ik ook nog zo'n Maze Bank gekocht en een motorgarage. Ja, dat klopt. Nou, dan is dit gewoon ons huis. Dan is onze auto gewoon onze auto en hebben wij twee bedrijven. En in GTA 5 Online een nieuw leven beginnen, ja, dat... Daarin zal ik er ook nog wel een verhaaltje bij bedenken. Maar goed, ik weet niet zeker of ik het misschien al een keer gezegd had. Maar oké. Wij gaan gewoon verder vandaag. Ja, we gaan gewoon verder. Even kijken, we gaan beginnen. Alleen voordat ik ga beginnen, wil ik eerst nog wel heel even dichter bij het scherm komen zitten. Ja, zo jongens, daar ben ik weer. Of ja, ik was er eigenlijk al, maar nu zit ik dichter bij het scherm. Even kijken. Oké, nu moeten we wel even onze auto terug gaan halen. Exit appartement, doen we dan even. We gaan gewoon even onze auto terughalen, joh. Zo gedaan. Hier, we hebben appartement in het flatje hier. Via flatje, hij is nogal hoog. Maar goed. Even kijken, ik pak hier even een auto. Dan kunnen we naar onze eigen auto rijden. En politie, wacht. Ik bel wel even Lester. Oh, Lester, neem op. Hey, what's up? Well, how can I help? Okay, my friend. I'll take care of the LSPD. Leave it to me. Wacht eens even. De politie is kwijt, dankzij Lester. Hartstikke bedankt, Lester, maar... Oh, nee toch. Ik heb nog maar $3,860. Ai. Dat moeten we echt even meer laten worden. Want dat vind ik wel erg weinig geld. Maar goed, we gaan maar eerst even naar de auto. Die is hier zo. Pat hier. Oké, een echt snelle auto vind ik dit niet. Nou, nee. Ja, nee. Ja, oké. Even slippen hier. Wauw. Serieus, heb ik geen machine ammo meer? Nou. Serieus jongens, ik heb volgens mij gewoon geen ammo meer. En nou, dan gaan we zo meteen ook maar even richting de ammunition. Oh, dat wordt weer geld uitgeven. En ik heb al zo weinig geld. Kom op, jee. Het moet niet nog erger worden hier. Oh, dit is niet zo heel erg best, mensen. Ja hoor. Wacht, volgens mij zag ik daar de auto staan. Oké.
Gaan we gewoon eerlijk betalen? Ja, we gaan gewoon eerlijk betalen. Hartstikke bedankt, meneer de agent. Hallo? Waar is mijn auto nou? Ja, dan wil ik mijn auto wel eerlijk terug, hè? Oh, hij staat hier. Moet eens kijken, wat een vette politiebus, joh. Maar moet je eens even kijken, joh. Wat is dit een gave bak. Volgens mij stamt die af van een Range Rover, joh. Volgens mij is dit gewoon in het echte leven een Range Rover. Kom, we doen het gewoon first person. Range Rover. Nee, geintje. We gaan wel even weer... Nu staan we weer twee keer uitgezoomd. En even kijken, Malk. Hey, I seen you ain't been on that laptop in the clubhouse yet. The one on the anonymity network? You know, I mean, hey. Je laptop in de clubhouse. Alsof mij dat boeit, Malk. Mij boeit alleen maar mijn business, joh. Volgens mij waren er ook nieuwe auto's uitgekomen, joh. Zullen we daar eens even naar kijken, joh. Even kijken, moeten we even naar internet. Zo. Nu is de vraag, is dit deze? Nee. Oké, waar staat die? Volgens mij is het deze. Legendary. Ja hoor, hier staat die. Alleen kost heel veel geld. Kost gewoon kei veel geld, jongen. Daar heb ik echt geen zin om dat te betalen, joh. Dat is mij veel te duur. Kijk, deze auto heb ik hier. 149.000, joh. Kost dit ding. Ja, het is geen goedkoop bakkie eigenlijk. Stel je koopt de Shark Card van 100.000, hè. Dan heb je hem nog niet. Zo duur is deze auto gewoon. Serieus. Deze auto is duurder dan een aantal huizen in GTA. En ik maak geen grapje. Dat klopt gewoon. Nee, er zitten echte financiële problemen, joh. Serieus, jongen. Even naar de Xbox Store. Ik denk dat ik gewoon even zo'n Shark ding moet kopen. Zo'n Shark cash card van 200.000. Of zullen we deze doen? Nee, joh, die is duur. We pakken deze. Maar even serieus, deze is veel te duur, joh. Die doe ik niet. Maar ik denk wel dat ik deze doe. Ja. Oké, dan ga ik nu heel even de video pauzeren. En als ik er ben, dan... En als ik er weer ben, dan heb ik dit gekocht. Oké. Tot zo. Oké, daar ben ik weer. Ik heb hem heel even niet gekocht. Maar dat doe ik toch iets later. En ja, tot die tijd gaan we nog wel gewoon heel even GTA spelen. Alleen dat kopen, dat gebeurt nog wel in deze video. Alleen, dat doe ik later. Maar goed, laten we even... Oh. Oké.
Hey, dit is wel een gave bak hoor. Ik bedoel, dit ding is dikker dan denk ik jouw huis. Maar goed, ik wou eigenlijk gewoon even gaan stunten met deze auto eigenlijk. Hey, dankzij jou moet ik mijn auto laten maken. Is toch niet netjes, hè? Hij rijdt even vol tegen me aan. Niet netjes. Maar goed, even naar de dichtstbijzijnde. Wojo, hier doet iemand iets. Oh, hij slaat mij. Jij denkt mij te slaan, hè? Jongen, ik pak jou. Ik verdedig mijn Range Rover, hè. Dat is mijn auto. Daar blijf jij vanaf, duidelijk. Of ja, eigenlijk is dit... Ja, wat is dit eigenlijk? Volgens mij is dit... De Gallivanter, volgens mij. Geen idee of ik het goed uitspreek, maar goed. We noemen hem de Range Rover. Zo noemen we hem gewoon, oké? Okay? Ja, oké, okay, zo noemen we hem. We noemen hem gewoon de Range Rover. Zo heet hij niet in het echte GTA, maar in de rest van mijn video's. Of ja, ik weet ook niet zeker of hij in het echt zo heet, maar... We noemen hem gewoon in mijn video's Range Rover. Oké? Okay? Oké, okay, mooi. Maar goed, we gaan verder... Oké. Op naar de pimp garage. La 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 la. Ja la 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 la. Ja la 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 la. Da 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 la. Oké. Sorry van uw deur, meneer. Maar ik kom hier even binnen rijden. Oké. Repair Venture. Ja, kijk, dit is er allemaal mis. Zoals u ziet. Best flinke schade. En dan $295. Ja, is goed. Het is een acceptabele prijs, meneer. Maar goed, het is een acceptabele prijs. Het is een heel acceptabele prijs, hè. Ik bedoel, kom op. Deze auto. Serieus. Die heb jij denk ik niet, of wel? Of heb jij ook zo'n gave bak? Oké. Hartstikke bedankt, meneer. Oké, hier moet je denk ik echt even afremmen. Want als hier iemand aankomt lopen zo. Die is plat. Hé, hey, waarom ze. Wie zat daar op mij te vloeken? Iemand met zo'n dikke auto. Ga je toch niet. Ga je toch niet op vloeken? Of wel dan? Ik
kan ik mijn auto misschien hier even een tijdje opbergen, snap je? Yeah. Oh ja, we moeten eigenlijk even ammo kopen. Ja, oké, we gaan ons geld helemaal opmaken aan ammo. Ik ga toch weer 200.000 erbij kopen, dus maakt niet uit. We gaan ons geld gewoon helemaal opmaken, ho. Dus wij zijn straks heel even blut. Maar dat zal snel veranderen. Blut gaan we zijn, yo. Oh, 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 oh. Hey. Zo'n dikke auto heeft altijd voorrang in GTA, joh. Nee, even serieus, hè. Dat staat in het wettenboek, hè. De dikste auto mag voor. Dat ben ik. Oh, wacht. We moeten even naar een ammunition. Ja, man. Sorry. Zo, ik ga even met mijn bak hier op de stoep staan. Zo. Ja, oké. Okay. Ammunition tijd. Nou. Ammunition. Yes, sir. Hier. Oké. Okay. Dat is wel een dichtbij zijnde. En dan moeten we weer eens omkeren. En nu wil ik gewoon fijn doorrijden. Auw. Hé. Hey, wat doe jij nou? Geit. Je gaat geniet zo'n dikke auto aanrijden. Kom op nou. Wat een geit was dat, zeg. Gewoon een geit. Ook met dat piepstemmetje zo. Bè, bè. Is gewoon een geit. Yo, I am here. Nee, wacht. Zo'n dikke bak. Die moet natuurlijk op plek 1, hè? Ja. Ja. Kijk eens even aan, yo. Dikke bak, yo. Hé, hey, waak het eens, hè? Als jij tegen mijn auto iets doet, dan is dat. Oh, wacht, dat is het al. Haha. Dit heeft skills. Wow, oh, dit heeft echt skills. Boeien. Weapons. Yo, man. Pistols. Altijd wel handig om wat ammo van bij te hebben, niet? Ja, kom, we kopen dit ding gewoon helemaal vol. YOLO. Gewoon, YOLO. Hebben we deze al? Ja. Oké, dit ding is vol. Hoezo is dit ding free? Nou ja, boeien. Je koopt ook gewoon direct kogels voor je. Nee, dat wil ik niet. Nice model, that gun. En een parachute hebben we wel. Oké, dit is wel zat ammo naar mijn mening. Kijk, we hebben weer lekker ammo, joh. Ja, u moet hier zijn, hè.
Maar u gaat hem niet helpen, vriend. Hup, wegwezen. Serieus, ja. Hier staat Los Santos Fire Department. Maar het is toch de ambulance. Hier staat dat dit de brandweer is, maar dat is helemaal niet zo. Stomme bak. Wacht even. Kan ik dit ding niet opblazen? Wacht even. Auw. Jij begint niet op te mappen, joh. Auw. Oh. Wat gebeurt hier, joh? Wow, joh, volgens mij is dat die gast die mij sloeg. Oké, gast, jij gaat eraan. Hup, hup. Oh, politie. Ik smeer hem weer. Ja, dat, het is de ambulance, hè, niet de brandweer. Hoe kunnen ze zo'n fout maken? Yo, even aan de kant. Thanks. Hey. De politie krijgt mij nooit te pakken. Serieus, joh. Die mensen zitten echt zo te vloeken, jongen. Niet normaal. Wacht, volgens mij... Oh nee, oh, politie. Moet hier weg. Hier kan ik wel erop. Hier de heuvel op, dan vinden ze je niet. Dat is handig. Yes, en we zijn ze al kwijt. Yeah, yo. Yo, we gaan naar het Vinewood Board. We gaan gewoon naar het Vinewood Board. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Au, moet ik nou... Serieus, joh. Ik word hier gewoon dik genapt. Serieus, nee. Oh. Nee. Nee, wat is dit? Ja, dag. Dan pak ik gewoon een helikopter ergens. Oké. Waar staan de helikopters? Helikoptertje. Nog steeds. Waar staan die helikoptertjes? Zo, gewoon even bij de airport kijken? Ja, we gaan gewoon naar het vliegveld toe. Zo. Ja hoor. Oh. Boeien, we gaan gewoon hier doorheen. Voor mij dat schelen. Wat is dat eigenlijk? Nou, volgens mij zijn we een stuk afgesneden. Of juist niet. Nou ja, boeien. Ho. Onder controle. Hey. Doe even normaal, meneer. Serieus, joh. Nu politie, meen je dat nou? Nou ja, we rijden gewoon stevig door. Serieus, joh. What the hell? Serieus. Bijna een strike. Als je begrijpt wat ik bedoel. YOLO. Au.
domme auto, ga er dan ook niet staan. Nou, stomme wagen. Yo, politie, ik probeer hier even te ontglippen aan jullie. En dat gaat niet zo makkelijk als jullie de hele tijd mij zitten te irriteren, snap je? Zit ook politie voor ons? Nee, dus geen politie. Je hebt dat wel eens, hè? Dan denk je dat het normale auto's zijn, maar dan is het politie. Dat is echt stom. Serieus, joh. Nu. Oké, die gasten zijn gewoon uitgestapt. Wat een balhaar. Ja, oké. Yo, ik smeer hem, hè. Ah! Nee. Zo. Dat ging hard. Oké. Okay. Go, 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 go. Hey, spring in dat helikopterding. Yo, ik smeer hem, hè. Tot ziens. Ik smeer hem, hè, de bootram. Yay. Oh my god. Yo. Oh, ho. Wacht, vanaf hier ga je toch, kun je toch ook... Yeah, man. Hello, this is a courtesy call from Pegasus Lifestyle Management to remind you that there are specialty vehicles available for purchase online. Pegasus, wat een gelal. Serieus. Yo, ik probeer hier even... Serieus? Oké, hem moet ik uitdagen om te vechten, joh. Hé, hey, kom gewoon vechten, man. Kom gewoon vechten. Kom dan vechten. Hé, joh. Ah, whatever. Hé, hey, niemand praat zo tegen... Hey, holy moly, zei je dat nou ook al? Nou, jongen, wat de hel, man. Bam. Hier, krijg je die ervoor terug, man. No way. Wat, is hij nog niet... Ja, dan lossen we het zo op. Huppakee. Waarom moeilijk doen, eigenlijk? Je snapt er ook weer geen bal van. Maar goed... Lekker boeien, die meneer. Wij pakken gewoon zo'n jetski. Nee, ik wil dit knopje. En ja hoor. Yo man, ik ben een crimineel, ik ben een crimineel, ik ben een crimineel, ik ben een crimineel. Yo man, ik ben een crimineel, ik ben een crimineel. Ik maak de politie gek, joh. Volgens mij... Oh, nu beginnen ze raak te schieten. Nee, kaak. Nee, dit ga je niet meenemen. Au. Nee.
Nee, jetski, kom hier. Jetski, jetski. Au, 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 au. Nee! Hé, hey, deze voor jullie, jongen, politie. Hé, hey, deze. Lekker boeiend, oké. Okay. Nu moet ik wel even, wacht. Misschien nog even. Zo. Dit doe zo. En dan pak ik deze zo. En dan krijg ik deze zo aan de praat. Zeg maar zo. En ik zeg het gas erop. Dan ben ik weg. Ja, oké, de politie zit gewoon dichtbij. Ja, oké. Nu moet ik echt wel even naar een helikopter ding. Is dat hier niet dichtbij? Volgens mij wel, hè? Dacht ik. Boeien, we gaan gewoon hierheen. Oké. Wacht eens, hier is toch het helikopterding? Oh nee, dat is de andere. Oh nee, ik ga weg. Oh, politie. De politie wil mij hebben. Oh, wacht, ik ben ze kwijt. Haha, nou ja. Ik ga gewoon ergens naartoe. Wacht, ik kan natuurlijk ook die helikopter pakken. Die is veel mooier, joh. Ja. Oké, ik pauzeerde zo daarnet even de opname. Want ik ging het geld kopen. Nou, oké, ik schuif er even dicht bij het scherm zo. Ja, we hebben nu $200,307. En ik zit te denken, kunnen we daar iets mee doen? Weet je wat, we gaan gewoon naar internet, jongens. Ik kan het gewoon niet houden. Ik moet er al gewoon altijd iets mee doen. Ja. Nee. Legendary Motorsport. Wow, yo, check deze bak. Die is gaaf. En die kunnen we misschien wel kopen, maar dan moet ik mijn huis en alles zo verkopen. En dat doe ik niet. Misschien bij Benny's hebben ze iets nieuws. Kan. Nee. Terwijl GTA zit toch altijd wel vol verrassingen, toch? Ja, de minst dure is deze hier. 240.000, ja. Docties. Wat hebben zij bij Docties? Deze site kijk ik niet zo vaak, maar ik vind het eigenlijk gewoon niks, weet je. Maar goed, wat kunnen we daarmee doen? Misschien hebben we wel hier.
hier. Hier. Kunnen we dit ding renoveren, snap je? De gun locker kan denk ik niet. De safe ook niet. En dit ook niet. Nee, klopt. Renovate kost nul. Nou, wel weinig. Maar misschien kunnen we wel bij de biker update. Weet dat? Dan ga je hierheen, zo. 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 En dan heb je ook bijvoorbeeld deze. Alleen wat kost een gunlocker nou eigenlijk? Is ook weer te duur, hè? Ja, misschien een nieuwe bike of zo kopen. Oké, weet je wat? We pakken gewoon deze helikopter zo. Wacht, even wat meer hoogte maken. Oké. We moeten nu even ergens naartoe. Waar precies wou ik ook alweer naartoe? Oh ja, naar mijn auto. Die staat hier ergens als het goed is. Kijk eens even aan hoe vet het is. Het is vliegen, yo. Wat? Ze pikken hier al mijn geld in, joh. Je moet zoveel betalen ook altijd, hè. $199.332 hebben we nu. Maar goed, dat maakt mij helemaal niks uit eigenlijk. Zometeen krijgen we dat denk ik al wel weer bij. Wat, wou je vechten ofzo? Oh, jij wil vechten joh? Dan kun je het krijgen, vriend. Denk je nu nog steeds dat je mij aan kan? Ik ben niet zomaar iets waarmee je moet zollen. De auto in. Hoppakee. Nee, wacht even. Nee. En dan wie wil ik ook alweer bellen? Lester. Ja, oké. Denk ik even wat verder het vliegtuig op. What's up, pal? Ik bedoel het vliegveld. Vliegtuig. Can't handle the heat, my friend. Okay, leave it with creepy Uncle Lester. Maar goed, we moeten even naar de Los Santos Customs. En dan weet je niet weten wat ik met dit ding ga doen. Wow, yo. Oh, pot.
Die was vet, yo. Yo. Ga even weg. Nee, ja, politie. Oh, ik haat politie. Ik geef die aan. Nou, boeien. Ik ga geen Lester meer bellen. Vind ik onzin. Auw! Al dat geld dat je uitgeeft. Terwijl hij eigenlijk bijna niks voor je doet. Ja, 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 ja. Sorry, dit is heel even graag zijn microfoon, maar dat maakt niet uit. Oké, we hebben hem gerepareerd en nu gaan we hem verkopen. Van 81.000. Wauw, wat veel. We verkopen hem gewoon. Bye bye, auto. Alhoewel, het maakt mij niet zo heel veel uit. Maar hoeveel geld hebben we nu eigenlijk? 288.009. Wauw. Dat is veel geld. Op geld moet je zuinig zijn. Dat is gewoon een feit. Wow, sorry meneer. Kom, nu gaan we gewoon een auto kopen. Auto. Waar staat hier een auto? Zal ik er gewoon een keer bij Benny's eentje kopen? Gewoon ook een aardigheidje voor Benny. Nou ja, Benny heeft stomme auto's. Sorry Benny, maar ik vind je gewoon kakauto's hebben. God, waar is dat nou? Deze. En dan heb je wel fatsoenlijke, goedkope, betaalbare auto's. Ik bedoel, die vorige auto was niet te betalen, joh. Tja, en nu, welke zullen we eigenlijk doen? Zou deze gewoon doen? Doen we die in het rood, YOLO. Oké, die hebben we gekocht. Oké, wat is dit eigenlijk? Oh, dat is Fame Machine. Hier heb je Laszlo. Dat is die ene die Michael in singleplayer altijd zo haat. Over singleplayer. Zullen we eigenlijk weer eens een keer singleplayer doen? Nee, we gaan gewoon naar singleplayer joinen, ja. We gaan daar gewoon heen joinen. Wie zullen we zijn?
Franklin. Ja, oké, go. Maar ik denk dat ik dat heel even op mezelf ga doen. Dus ja, dit was dus eigenlijk weer mijn video. Nou, als je deze video leuk vond, like dit dan. Als mijn kanaal je leuk lijkt, abonneer dan. En dan zie ik jullie weer in mijn volgende video. Later!